Ik ben Tini Timmermans en ik ben katholiek. Mijn woord uit de Bijbel gaat over Exodus 3, vers 14, waarin God aan Mozes zijn naam bekend maakt. Hij zegt daar, ik ben die ik ben. Oftewel, ik ben er altijd, ik ben er voor iedereen, ook voor jou, ook als jij er niet voor mij bent. Ik ben heel lang ben ik God kwijt geweest, maar op een dag moesten wij naar een doop en ja, dat heeft me zo getroffen en het was net of God daar aanwezig was. Ik begreep het niet, omdat ik eigenlijk God niet meer kende. Ik ben diezelfde week ben ik nog bij een priester, naar een priester gegaan en heb het hem verteld en hij zei tegen me, ja, zegt hij, hij zegt maar, God heeft niet voor niets, ik ben die ben, oftewel, ik ben er en ik zal er altijd zijn, hij is er ook voor jou en voor iedereen. En weet je wel dat hij jou geroepen heeft om hier naartoe te komen?